Ik denk altijd dat ik het dan een andere dag moet zeggen, maar... Goedemiddag, het is al in de middag. Slimme zin. Ik ga nu even wat lunchen. Ik ben heel de ochtend bezig geweest met Sarah, met de homeschool en alles. Want ik merk echt hoe langer we daarmee bezig zijn, hoe lastiger dat wordt. Om er gemotiveerd te houden. In het begin ging dat echt super, super, super goed. En nu is dat echt drama om dat vast te houden. Maar goed, hopelijk 8 juni de scholen weer gewoon normaal open. Want het zou gewoon beter zijn. Maar ik wilde wel dat het goed gebeurde, dus ik heb ook even de camera weggelaten en alles. Ik heb me daarna wel gedoucht aangekleed. Ik moet me nog opmaken, maar ik had nu echt heel erg honger. Dus ik ga even eten en dan opmaken. We moeten daar ook even boodschappen doen. Ik heb wel vanochtend nog de dingen voor de boekhouder even op een lijst gezet wat moest. Dus dat is helemaal klaar, dat heb ik tussendoor even gedaan. Maar ik ga nu echt eten, want echt mijn buik doet gewoon pijn van honger. Ik heb me opgemaakt. Ik heb mijn haar trouwens eigenlijk niet echt gedaan. En ik heb deze top aan van Benetton. Vergeet ik elke keer, deze rok is ook van Benetton. En sandalen edited. En we gaan nu even boodschappen doen. En ik heb echt volgens mij de kortste vlog ooit tot nu toe. Maar ik ben gewoon heel veel met Sarah bezig geweest vandaag. Dat vond ik ook wel even een dag belangrijk. Soms even geen camera en gewoon echt samen bezig zijn. Met Mimo een rondje door de kamer. Boekhouder is geweest en dat is allemaal geregeld, dus het jaar kan helemaal afgesloten worden. Even zet op apparaat opruimen. En dan even thee zetten voor mezelf en even gelijk editen. Die ene vlog die niet lukte, die staat nu wel online. Want mijn broertje had hem geredet, maar één stukje muziek pakte niet bij hem. Dus die had hem helemaal gerenderd. Toen heb ik de muziek eronder gezet en hem gerenderd. Dus die staat ook online. Dus dat is nu helemaal bij. En dan moet ik alleen de vlog van gisteren nog. Nee, ik moet wel twee vlogs. Want daardoor was ik wel vastgelopen. Dus ik moet hem van die van gisteren en die van eergisteren, zeg maar, die moet ik nog... editen en renderen. Ik denk altijd dat ik het dan een andere dag moet zeggen, maar wat ik gisteren en eergisteren heb geëdit of gerenderd, dat hebben jullie ook gisteren of eergisteren gezien. Dat blijft natuurlijk gelijk. En daar maakte ik mezelf ook zo mee in de war, maar dat hoeft helemaal niet, want het blijft hetzelfde. Dat is gewoon dom. Lekker aardbeidjes! Echt, waarom gaat de tijd altijd zo snel 's avonds? Broertje was nog heel even langs en ik heb nog zitten editen, maar ik deed net ook echt iets fout. En nou, heel gedoe, ga ik jullie niet meer lastigvallen. Eén vlog wel afgekregen, die andere niet. En toen keek ik op de klok, toen dacht ik, oh ja, ik heb ook nog wel een tijd met Denise zitten bellen. Morgen gaan we wandelen, dus dan kletsen we verder. Maar het is ondertussen uiteraard weer later dan dat ik wilde. Echt een talent, zeg maar. Heel nutteloos talent voor mij. Dus ik ga lekker mijn bedje in. En ik wil nog even de vlog afsluiten. Dus vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten en een leuke reactie. En vooral niet om even hieronder op abonneren te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je morgen weer te zien.
Doei doei!